Hallo, ik ben Jonas Geirnaert en in deze lockdown-coronatijden probeer ik de verveling tegen te gaan door te puzzelen. Ik ben een enorm fervent puzzelaar. Ik ben hier trouwens net aan eentje bezig, wat ik zal dus even laten zien. Dus dit is eentje. Dus voilà, ik ga nu juist het laatste stukje leggen. En nou, kijk, het is een leeuwtje. Plezant. Dus voilà, zoals je ziet, dat is een hele leuke puzzel. Maar het probleem is bij mij, ja, die is tamelijk rap klaar. Ik had die een puzzel in, denk, minder dan 20 minuten gelegd. En ik zou graag een keer een puzzel hebben die wat moeilijker is. Dus voor mensen die zich herkennen in de situatie, is er nu goed nieuws. Want Jeugdhuis Lodio uit Locristi, die hebben samen met een hoop vrijwilligers een puzzel ontworpen. Die ziet er zo uit. A piece of mind. En dat is een puzzel uit plexiglas. Het schijnt enorm leuk te zijn, ook niet al te gemakkelijk. En zij gaan die puzzel verkopen aan €25 per stuk. En de winst van die puzzel, van die verkoop, die gaat naar Apart. En dat is een vereniging die zich onder andere inzet voor kwetsbare jongeren. Dus als jij ook je puzzelplezier wilt upgraden en tegelijk een goed doel steunen, surf dan naar www.apeaceofmind.be. En zo kunt jij tegelijk fantastisch leuk puzzelen en ook een goed doel ondersteunen. Ciao!